Goedenavond allemaal. Hier is Freddy weer met het uitpakken van de kalender van Gum Japan. De Little Bit Extra, dus dat is de grote versie, want je had twee soorten. En dit is met 6 extra stansen, dus dat is nog van 25 tot 31 december. En de andere loopt tot 24 december. Gisteren heeft Yvonne met jullie dag 5 opengemaakt. En ik doe dag 6. Ik heb hem hier liggen. Alles wat al gebruikt is en opengemaakt is, dat ligt aan deze kant. Gisteren was het een bloem met een blad. Nou, daar kunnen we nog wat mee. Ik heb even goed die andere allemaal uitgestampt, zodat we het misschien nog kunnen gebruiken. Want ik heb natuurlijk, ga natuurlijk weer iets maken. Ik weet nog niet wat. Het zal een kaartje worden, dat wel. maar dat hangt, het hangt er vanaf wat voor stansen erin zitten. Ik ben nog een klein beetje verkouden, maar niet meer zoals het eerste filmpje. Dat was echt vreselijk. Nu klink ik nog wel een beetje verkouden, maar het is verder niet meer ernstig. Even kijken hoor. Goed, gaat die open. Tadaa. Die kant dus. Je ziet hem al hier een beetje. Laat hem even zo neerleggen. Oh, zit op zijn kop. Een adelaar, denk ik. Ja, een vogel in ieder geval. Een roofvogel. En een boek en een veer. Nou, ik ga het even dichterbij laten zien. Ik denk hierbij wel meteen aan Harry Potter of zo. Ik ben daar niet echt in thuis, maar ik denk met dat boek en die veer en dan zo'n adelaar. Nou, ik ga het in ieder geval eventjes uitstansen. Dan kunnen we meteen zien hoe het eruit ziet. Met al die details, want er zitten wel wat details op allemaal. Grappig. En bij die, ja, ik doe dan niks met Harry Potter, maar, of Harry Potter, hoe je het uitspreekt. Maar ik weet wel dat Mintai altijd papier heeft met boeken. Dus misschien is dat nog wel grappig. Ik ga even weer herrie maken met mijn stansmachine. Maar dat is maar heel kort, want het is eventjes stansen en klaar. Oh, dat gaat er heel makkelijk uit. Waar is mijn veer? Hé. Oh, die zit er nog op. Dat is handig. Kijk eens hoe leuk. Oh, die vogel die is wel echt heel mooi. En dan dat boek. Nou, die kun je natuurlijk ook een paar keer uitstansen. Dat je ze een beetje op elkaar legt. Dat het een stapel boeken wordt. Maar ik ga denk ik wat met het een kaartje maken met de vogel. Want ik wil toch een beetje in de kerststijl blijven. Dus dan doe ik eventjes die er weer op. Leuk. Weer eens even een keer wat anders. Geen kerst dus, niet echt tenminste. En dan heb ik natuurlijk nog mijn stapeltje met kaartjes en dingetjes. Wat daartussen zit. Ik kan ook natuurlijk een label gebruiken. Nog wat zakjes heb ik. Ik heb hier nog wat kaartjes. Oh, dat is misschien wel leuk. Met sterren en dat die vogel dan... Oh, dit misschien. Die vogel hier vliegt zo in het bos. Een beetje donker. Oh ja, dat ga ik doen. Deze had deze ook leuk, maar dan zit die maan een beetje gek. Nee, die niet. Die ga ik doen. Op een kaartje nog maar, hè.
komt het allemaal weer weg. Eens even kijken. Die had, ik heb ze allemaal al op maat gesneden, die papiertjes die ik wilde gaan gebruiken. Een hele rits met wat erbij zou kunnen. Zelfs hier allemaal bewerkte pagina's die ik zou kunnen gebruiken. Nou, deze dus. Van allerlei stukjes heb ik weer neergelegd. Want ja, je weet natuurlijk niet wat je tegenkomt. Maar nu vind ik deze wel leuk. In een bos, een beetje donker. Nou, net als het weer. Dat is ook donker. Ik zal de randjes even inkten. En die vogel moet zeker ook wel een beetje... Misschien nog die vleugels een beetje aanzetten. En uit die andere dagen, daar zaten ook nog wat, zat nog een, die eerste was dat zeker. Deze vind ik dan leuk hierop, zo, maar misschien is het ook nog leuk om een boom hierop te doen. Erbij, deze is ook van Gum Japan, die heb ik vorig jaar al aangeschaft, maar was zeker dag 1, daar zit ook een boompje. Dat is alleen met die cirkel. Maar het is misschien wel leuk om die er even af te knippen. Kijken of dat een beetje knap gaat. Dan kan je zien dat je het ook op meerdere manieren kan gebruiken, zo'n stansje. Kijk, dat is wel leuk. Een smal boompje. Die er nog bij, of wordt dat dan te veel? Even kijken. Misschien alleen deze. En dan nog een tekstje erbij. Nou, ik ga eerst de kaart er even oplijmen. En mijn neus even weer poetsen. Nu ik zo aan het praten ben, dan is het toch ineens dat ik weer een beetje aan het snotteren ben. Maar ja, het heerst enorm. Hoe vinden jullie de kalender tot nu toe? We hebben nu dag 1 tot en met 6 gehad. Het zijn allemaal hele andere stansjes. Dat is echt grappig natuurlijk om te zien. En zeer benieuwd wat er allemaal natuurlijk nog gaat volgen. En het is wel grappig om nog wat te verzinnen wat je gaat maken. Maar dat is nog wel best wel een uitdaging. Maar goed, ik heb afgesproken met mezelf als het niet lukt. Ja, dan niet. Je probeert het. En je draait in ieder geval eventjes de standjes uit. Zodat je kan laten zien wat erin zit. Want daar gaat het uiteindelijk om. Nou, even kijken hoor, of ik deze dan nog een beetje donkerder moet maken. Misschien die bovenkant nog even wat meer aanzetten. Zo. En dan misschien een beetje die vleugels zo loslaten. Dat je het net of hij 3D is. Nou, ik kan hem ook wel even vast lijmen met een stukje foam tape. Ziet er dan wel leuk uit. Kijk, die, dat zit ook los. Dus dat is ook wel grappig. Even kijken of ik dat nog een beetje kan. Naar die ogen. Je hoort hem al. Tenminste.
Ik ben er nooit zo van, die vogels. De boom. Nou, die is trouwens, ik zet hem bruin te maken, maar die moet misschien een beetje wit ook. Oh, niet op mijn werk. Best wel geinig zo. En dan nog tekststempeltje. Het is natuurlijk maar een simpel kaartje zo. Je moet het eventjes snel maken. Maar het gaat ook om het idee wat je ermee wil doen. Even kijken of ik deze nog leuk vind. Nou, die vind ik toch een beetje aan de grote kant. En ik wil deze boom ook nog een beetje wittig erop doen. Daar heb ik ergens een witte stift. Even kijken, dan moet ik wel even een beetje schudden volgens mij. Misschien kan ik daar nog een beetje wit op doen. Het kan natuurlijk ook nog weer met de fluffy stuff. Die heb ik de vorige keer gebruikt. Maar het is een heel smal randje dus. Dan krijg je zo'n hele dikke... dikke rand en een dikke, ja, hoe noem je dat, bol, dan zie je het boompje denk ik niet meer zo echt. Kijk, dit is maar heel subtiel. Even kijken, de stempel. Een lieve kerstgroet, die is ook van Gum Japan. Nou, die leuke stempeltjes kost helemaal niks, 50 cent. Nou moet ik alleen even kijken of ik hem goed heb. Ja, hij moet zo. En dan nog even kijken of ik hem hier doe. Ja, ik doe hem hier. Of ik ook recht zit. Nou. Ik denk dat ik hem niet helemaal recht heb. Maar goed, dat is, ik denk dat je er niet met een liniaal bij gaat zitten. Dus ja, dit is het al snel geworden, het kaartje. Ik heb er weer een klaar voor kerst. Misschien moet ik er nog wat andere dingetjes bij doen. Dat moet ik nog even kijken, want hij is nu een beetje kaal. Maar op dit moment vind ik hem wel grappig. Dus dit is... dag 6. En morgen komt Kim weer met dag 7. Dus dan zien jullie wat er dan weer in de kalender zit. En jullie zien mij over 3 dagen. Zeg ik dat goed? Ja, over 3 dagen. Dat is dan 9 december. En dan kom ik weer met een filmpje. En dan maak ik er weer iets van een kaart. Waarschijnlijk een kaart of een label of een envelopje van. Dus tot de volgende keer. Doeg!